Melvin Linscheer, veiligheidsadviseur van de president en voormalig directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, heeft vandaag op een persconferentie verklaard dat ex-minister Eugène van der Sande leugens heeft verteld. Linscheer heeft ook een kort geding aangespannen tegen van der Sande wegens smaad. De ex-justitieminister heeft namelijk ernstige beschuldigingen en verdachtmakingen geuit tegen Linscheer tijdens een maandag gehouden persconferentie. Van der Sande heeft onder meer gezegd dat Linscheer samenwerkt met VHP-voorzitter Chandrika Persat Santokhi om het beleid van Van der Sande te torpederen. Linscheer geeft aan dat hij en Santokhi een zakelijke band hebben. Buitendien hebben meneer Santokhi en ik jaren, langer dan 20 jaar, nationaal en internationaal gezamenlijk geopereerd. Dus als Jan Santokhi mij nodig heeft, dan belt hij me en dan ontvang ik hem op het kabinet. Niet ergens in een hoek of in een restaurant. Dan komt hij op het kabinet en dan vraagt hij me als er de behoefte is om iets te vragen en omgekeerd. En ieder die ooit eens op bezoek gekomen is, wordt met alle eerbied en met respect behandeld. En ik mag zeggen dat ik het wederzijds ook zo heb ervaren. Van der Sande heeft ook aangegeven dat hij niets wist van operatie Octopus. Ook dit heeft Linscheer tegengesproken en aangetoond dat Van der Sande wel degelijk weet had van de operatie. Linscheer benadrukt dat de 750.000 Amerikaanse dollar nooit is vrijgemaakt voor operatie Octopus. Er is geen enkel additionele financiering geweest voor Octopus. Dus nooit $750.000. Maar ik denk dat de minister Van der Sande in de war was. En of verkeerd geïnformeerd is. Die $750.000 waarover hij praat, is het geld welke, zoals je daar zo ziet op het scherm, in november, december 2016 gereserveerd was door het ministerie van Financiën ten behoeve van het Korps Politie Suriname voor het bestrijden van de criminaliteit, het intensieve bestrijden en aanschaffingen te plegen zoals transport en andere zaken die noodzakelijk waren voor de politie. Tot zover Melvin Linscheer, veiligheidsadviseur van de president en voormalig directeur van het Bureau Nationale Veiligheid. Hij heeft een kort geding aangespannen tegen ex-justitieminister Van der Sande wegens smaad. Minister Ferdinand Welzijn van HI neemt momenteel waar op justitie.